Als je tussen kerst en nieuwjaar wilt genieten van eindeloos paardenplezier, topsport en magische shows, dan is Jumping Mechelen de place to be. Na een lange afwezigheid door corona is het dit jaar terug een volwaardige editie zonder beperkingen. En we feesten ook de 40ste verjaardag van deze kerstjumping. Maar voordat we verder op ontdekking gaan, neem ik jullie eerst eventjes mee terug in de tijd. Want exact een week geleden stond hier bijna nog niets. En dankzij een hardwerkend team werd deze nekkerhal op een paar dagen tijd omgetoverd tot dit. Ik ben Sven Valens, we staan hier op Jumping Mechelen, een week voor de start. We zijn in volle opbouw, dus we hebben nog wat werk voor de boeg, maar we zien het zitten. Dus. We zitten nu aan de Christmas Arena, dus de hoofdpiste eigenlijk. Hier worden alle proeven gereden, van ponies tot de wereldbekers. Van 's morgens tot 's avonds is hier altijd wel iets te doen, shows, jumping, dressuur, mennen. We hebben hier eigenlijk een volledige arena gebouwd van niets. Dus een tribune, VIP business seats, zand. Alles wordt hier eigenlijk aangelegd op een 2 weken tijd. We starten eigenlijk met het aanvoeren van de zand die we hier achter ons zien liggen vanuit ons depot van Kampenhout. Dat is ongeveer 2500 ton die we naar hier toe transporteren. Die komen eigenlijk allemaal hier van achter op de parking. Eens dat die hier liggen, gaan wij beginnen met naar binnen te transporteren. Die worden opengereden. Eens die open zijn, worden die nog achteraf eigenlijk met water, gaan we die dan eigenlijk gaan kneden, om het zo te zeggen. Eén keer dat dat gedaan is, dan is de piste eigenlijk klaar voor gebruik. Tijdens de concours zelf blijven wij dan altijd alles op peil houden. Dus tussen de proeven door slepen, dat wordt vaak gezien door de mensen. Maar 's nachts wordt er dan ook nog water bijgegeven waar nodig. Door middel van vocht kunnen wij onze bodem eigenlijk, om het zo te zeggen, laten veren en minder laten veren. En daar gaan wij eigenlijk een beetje mee spelen door de week door. Gaan wij, naarmate welke proeven er in de dag zijn, de bodem een beetje gaan bespelen, om het zo te zeggen. Met water, met verschillende soorten slepen. Zodoende dat die compacter gaat komen, maar toch nog altijd die veerkracht erin gaat blijven. Dat blijft altijd heel belangrijk voor het welzijn van de paarden toch wel. Dat die altijd blijft veren, dat ze niet te hard landen. En dat de landing eigenlijk wordt opgevangen door de bodem. En niet door de paarden, want dat is eigenlijk voor het welzijn van de paarden waar we toch hard naar kijken. Jumping Mechelen is ontstaan in de tuin van mijn ouders in Peulis destijds, in 1980. Zij hebben dat 2 jaar georganiseerd op hun terreinen. Mijn vader had altijd het idee van Hickstedt na te bootsen, waar dan natuurlijk alle ruiters van alle categorieën samenkomen op 1 wedstrijd. Ze hebben dat eerste jaar gedaan met volle zon, het tweede jaar met volle regen. En sindsdien hebben ze dan ook beslist van dat niet meer buiten te doen, maar zijn ze naar een locatie binnen gegaan. We zijn nu in de stallen aangekomen, ze zeggen de tent waar de stallen in gaan komen. Ze staan helemaal nog klaar op de paletten voor uitgezet te worden. Dat zijn prefabstallen die heel gemakkelijk rap in en uit elkaar kunnen gehaald worden voor evenementen zoals deze. Alle internationale paarden die blijven hier eigenlijk staan.
die vernachten hier. Maar ook de Belgische ruiters die blijven ook allemaal hier staan. Zowel de paarden als dan de vrachtwagens blijven hier staan voor het slapen. Grote variatie van deelnemers hier, van klein naar groot. En ik denk dat dat eigenlijk wel de sterkte is van dit evenement, is dat die kleine, jonge, zeer gemotiveerde ruiters kunnen deelnemen naast hun idolen. Ze kruisen elkaar in de gangen, ze rijden samen in dezelfde warm-up. Dus dat brengt een hele belevenis mee voor hun, denk ik, en dat is wat ook altijd het idee is geweest, is van die allemaal onder één dak samen te brengen. Intussen staat Gunther van Lent naast mij. Hij is voorzitter van Jumping Mechelen. En Gunther, we hebben het zo net in de reportage gezien. Er is hier heel wat te beleven voor jong en oud. Wat staat hier allemaal zo wat op het programma deze week? Absoluut, er is veel te beleven. Zoals we weten is Jumping Mechelen altijd een feest van heer en boer. Naast de drie topdisciplines die we hebben, de Olympische disciplines, is natuurlijk veel te doen voor de jeugd, voor de shows, voor de kinderen. Vandaag, de eerste dag, beginnen we bijvoorbeeld met onze Kids Day, wat een enorm succes is, waar we een optreden van Like Me. Dit is naast het programma, het gekende programma van de drie topsporten. Super. En het is het 40ste verjaardag van Jumping Mechelen. Hoe wordt dat hier gefeest? Dat zijn we zeker niet vergeten. We zijn ook blij dat we achter twee coronajaren kunnen organiseren. Vanavond, de eerste avond, doen wij een Kids Day voor volwassenen, of zo zeggen. Dus waar we alle mensen uitnodigen met één mooie sportieve proef, een prachtige show van paarden en nadien een spetterend optreden van verschillende Vlaamse artiesten, afgesloten met een happy hour dat wij in de piste willen geven voor al onze trouwe bezoekers een drankje aan te bieden. Super, dus heel wat ambiance voorzien hier op Jumping Mechelen. Maar eerst heel wat paardenplezier te beleven en dat gaan we nu gaan ontdekken tijdens de Kids Day Show. Lorenzo, nous avons vu votre spectacle, vraiment très 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 impressionnant. Vous pouvez raconter un peu votre histoire, comment tout cela a commencé? Moi j'ai commencé tout petit la voltige, j'étais passionné par l'équilibre sur les chevaux, pas vraiment être assis en fait. Et j'ai grandi en Camargue, donc c'est vraiment une terre où les manifestations avec le cheval, c'est vraiment naturel. Donc je pense que ça m'est venu un peu comme ça, plus un peu mon adoration pour le cirque. Tout ce mélange a fait que c'est devenu Lorenzo. Donc c'est un spectacle qui demande à la fois de la concentration. Vous avez vu, il y a des chevaux en liberté. Il y a aussi le côté sport. Bon, je travaille beaucoup les chevaux sportivement. Donc c'est à la fois des sportifs. Ils sont connectés avec moi. Il y a tout un travail pour que ça soit vraiment mes amis. Et voilà, tout ce mélange acrobatique, action, émotion. J'essaye de mélanger tout ça. Pour vous, pendant le show, c'est quoi le plus gros challenge pour vous? C'est de garder le rythme. Donc ça veut dire que même s'il y a un petit couac, je sais que pour les gens c'est pas très grave, au contraire ça leur montre un peu la difficulté. Mais malgré, voilà, il faut toujours garder ce rythme, c'est ça qui donne aussi l'adrénaline de garder le public attentif et pas casser ce rythme qui permet la magie en fait. Donc
de kerstman op Jumping Mechelen mogen ontvangen. Van waar is deze eer? Deze eer doen we al heel lang. Wij zijn ongeveer, ik denk, 36 jaar dat Mechelen doorgaat hier tijdens kerst. En willen daar zeker graag bij zijn. We steunen de paardensport en dus gaan we ervoor. Super. En misschien een wens voor het nieuwe jaar al aan al deze kleine ruitertjes hier? Oh, ik hoop dat de ruitertjes heel veel plezier mogen beleven aan hun pony en dat ze er heel hard mogen van genieten. Na heel wat paardenplezier kunnen kinderen hier op Jumping Mechelen ook genieten van fantastische concerten. En na 4 uitverkochte sportpaleizen in 2022 is het een hele eer om vandaag Like Me te ontvangen. En naast mij heb ik, hoe noem je? Roos. Roos, je kent Like Me? Ja, kan je eens vertellen wat je zo leuk vindt aan Like Me? Ik vind dat ze heel goed acteren en de liedjes zijn ook heel leuk. En ja... Wie is jouw favoriet? Jemi. Jemi, ja, waarom? Omdat hij heel grappig is. Like me, like me, like me, like me, like me, like me. Meisjes, wat doen jullie hier vandaag? Dream Team Cup rijden. Ja, hetzelfde. In mei zeker zijn we geselecteerd op de wedstrijd. En daar krijgen we een ticket naar Mechelen. En vandaag rijden we samen met een profruiter een parcours. En als wij foto's zijn, is dan de profruiters tegen elkaar. Oké, super. En wat doet dat met jullie om hier voor dat grote publiek in Jumping Mechelen te mogen rijden? Ja, dat doet toch wel iets van... Ja, je maakt daar niet veel mee met je pony. Ja, het zal waarschijnlijk ook de laatste keer zijn van ons. Ja. Oh, ja, achter dit jaar is het gedaan voor ons. Omdat jullie dan naar de paarden gaan. Ja, ja. Ja. Drie jonge ruitertjes kwalificeren nu om hier naar Mechelen te komen. Die mogen dan met 8 teams, de 8 beste teams mogen tot hier komen. En hier in Mechelen wordt dat team dan aangevuld door 1 profruiter. En ja, degene dat wint, ja, de beste wint. Hè. Ja, en jij bent de profruiter van een van jouw teams. Hoe hebben jouw ruitertjes het al gedaan tot nu toe? Tot nu toe hebben ze het allebei foutloos gedaan. Dus er moet nog 1 komen, maar het telt een schrap resultaat, dus dat maakt eigenlijk niet meer zo uit. Er zijn 2 foutloos, dus nu ze hebben een druk op mij gelegd. Ik zal het goed moeten doen. En met welk paard rijd je vandaag hier? Ik rijd met Carlo. Dat is een 7-jarige. Die is niet de rapste, want het is op tijd al een beetje spijtig. Maar goed, ik zal mijn best doen.
Van Gompel, Max Adriaanse en Pieter Kenis hebben gewonnen. Pieter Kenis had dan de snelste tijd, die was 3 seconden sneller. En we waren 2 foutlozen en dan 1 schrapresultaat en dat was er dan af. En dan bleek het dat wij 3 seconden sneller waren dan iedereen. Super. En hoe was het voor jou om hier op Jumping Mechelen te mogen rijden? Ja, heel leuk, want het is ook de eerste keer met corona en zo. En dan direct zo'n dingen. En ook met mijn leeftijd, ik ben nog maar 11. En dan al direct zo'n prestatie mogen zijn, dat is heel leuk. Super, dikke proficiat alleszins. Het einde van de dag nadert en meer zien we gekende gezichten rondom ons. En opvallend is dat we meer en meer de jonge generatie aan de start zien. Jérôme, aujourd'hui, on te voit comme supporter de votre fils surtout? Oui, voilà, supporter, coach et papa aussi. Donc, très content d'être de retour à Malines depuis ces quelques années d'absence. Donc, pour Mathieu, c'est son premier Malines. Une belle expérience. Alors bon, c'est les épreuves junior et jeunes cavaliers. Mathieu est encore junior, donc il va prendre un peu d'expérience ici. Il a sa bonne jument avec. C'est le dernier concours de la saison, donc on espère faire un bon résultat. C'est assez frappant qu'on voit de plus en plus vraiment la jeune génération, hein, les fils d'eux dans les grands concours. Comment a été la saison pour votre fils et quelles sont les attentes pour 2023? Alors il a eu une bonne saison, il a pris de l'expérience, il a fait quelques Coupes des Nations. L'objectif l'année prochaine, c'est essayer d'aller au championnat d'Europe. Donc voilà, il prend de l'expérience, il grandit, mais c'est beaucoup de plaisir. Ja, en intussen staat Glenn Maasnest mee. Glenn is voorzitter van Paardensport Vlaanderen. Glenn, is Jumping Mechelen een belangrijk evenement voor Paardensport Vlaanderen? Ongetwijfeld, Jumping Mechelen is misschien wel een van de evenementen, niet alleen voor Paardensport Vlaanderen, maar vooral voor de ganse paardensport in Vlaanderen. En straks wordt hier een belangrijke award uitgereikt. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Ja, traditiegetrouw op de openingsdag van Jumping Mechelen huldigen wij het talent van het jaar. Ondertussen al etelijke jaren met heel wat ronkende namen die al talent van het jaar geweest zijn. Die ondertussen ook al bij de senioren op het allerhoogste niveau meedraaien. Dus vandaag inderdaad een belangrijke huldiging. Dat talententeam, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Wat betekent dat? God, toch wel heel wat. Zoals ik net zei, hebben we ondertussen al heel wat talenten van het jaar gehad. De eerste 2 talenten bijvoorbeeld waren Niels Bruinzeels en Pieter de Vos, om al lange jaren terug te gaan. En dan zien we toch dat er ondertussen mannen zijn die echt meedraaien in onze seniorenploeg. We zijn blij dat we mee met het talententeam toendertijd en nu nog steeds zo de jeugd kunnen helpen om door te stromen naar dat hoogste niveau. Ja, en in dat talententeam zitten heel wat getalenteerde ruiters. We keken samen eventjes naar de beelden van de selectie.
dit jaar is het de derde telg van de Philippaerts-familie. Want in 2011 en 2012 waren Nicolas en Olivier aan de beurt. En dit jaar is het Thibaut Philippaerts die talent van het jaar wordt. Hij heeft met de Young Riders ploeg de gouden medaille in de wacht gesleept in Oliva. Is zelf vice-Europees kampioen geworden, ook daar in Oliva. Dus zeker en vast verdiend. Ja, het talent van het jaar is gekend en dat is een inspiratie voor heel wat jonge ruitertjes hier aanwezig op Jumping Mechelen. En naast mij heb ik twee jonge talentjes. Hallo, ik ben Justine Bijaert. Ik rij 6 jaar. Ik doe het meeste dressuur, maar het liefst jumping. En naast Justine hebben we? Juliette van de Velde. Ik rij ongeveer 7 jaar en ik doe ook het liefst jumping. En welke wedstrijd willen jullie vanavond zeker nog zien? Het Belgisch kampioenschap. En waarom? Omdat er zijn heel veel goede ruiters en paarden en dat is heel inspirerend. Ik vind dat je heel veel kan leren uit goede ruiters. Ja, absoluut. Dat is zeker en vast de waarheid wat je zegt. Welke ruiter is jullie favoriete Belgische ruiter? Niels Bruinsheel. Niels Bruinsheel, ja. En waarom? Omdat hij ziet er heel sympathiek uit en hij kan heel goed rijden. En ik gun het hem echt om te winnen. Wist je dat Niels Bruinsheels hier als kind ooit ook is gestart? Nee, dat wist ik niet. Ja, en wij brachten met Hippo TV vorige week een bezoek aan de thuisbasis bij Niels Bruinsheels. En hij vertelde daar over zijn ervaringen en zijn voorbereidingen op Jumping Mechelen. Niels, welke paarden ga je dan rijden tijdens de vijfster? Deluxe, Matador en Dionella. Dat is het belangrijkste paardensportevenement misschien wel in België. Van kind af aan al aanwezig eigenlijk, van in de jeugdreeksen. Heel mooie herinneringen. Het is een speciale periode tussen kerst en nieuw. We zijn thuis. Het is voor mij een thuismatch. Werkelijk op 2 kilometer van mijn thuisbasis. Een wedstrijd waar we altijd willen present zijn en in vorm willen zijn, dus we kijken er naar uit. Maandag springt die Ornella, die komt terug naar huis. Ah, die blijft daar niet eens? Nee, die komt terug naar huis. Oké. Moneymaker, blijft hij op de vrachtwagen of nee, wat is de bedoeling? Ik kan het snel voorzien als je dat wilt. Ik begin maandag met Dionella eigenlijk, met het Belgisch Indoor Kampioenschap. Een heel leuke wedstrijd, een nationale wedstrijd, eigenlijk het hoogste niveau op nationaal niveau. Dinsdag ga ik geen proeven rijden, maar mijn stalruiter gaat wel een proef van de hengsten rijden, met een paard van het stal hier. Woensdag begint de 5 sterren. Ga ik van start gaan op 5 sterren met Deluxe, Matador en Dionella. Donderdag hebben we grote prijs en vrijdag de wereldbeker. Voilà, hier is Deluxe. Die is eigenlijk net terug van de wedstrijd in Lier. Ter voorbereiding van Jumping Mechelen. De planning voor hem is dat hem in Mechelen woensdag een opwarmingsproef gaat doen en vrijdag de wereldbeker. En dan zit zijn seizoen erop en dan gaat hij in januari mee naar Oliva ter voorbereiding voor volgend seizoen eigenlijk. Ja, hier werken 7 à 8 mensen op stal eigenlijk voor een dikke 20-tal paarden in training. Maar ik wil heel goed geëquipeerd zijn. Ik wil dat de paarden op en top verzorgd worden. Daar hecht ik heel veel belang aan. Er is al een vaste groen bij mij, een vaste groen Keo die eigenlijk reist heel de wereld rond, die eigenlijk bijna niet thuis is. Dan zitten we met vaste grooms thuis, met vaste ruiters thuis die de paarden mee in training houden, in conditie houden. Een ruiter voor de jongere paarden. Het is eigenlijk een hele groep die ervoor zorgt dat ik elke week op wedstrijd kan proberen te presteren.
En wij reizen wekelijks. Het is wekelijks voor mijn personeel, voor de grooms, voor mezelf inpakken, uitpakken, andere paarden. Dus voor dit evenement maakt het voor ons misschien wel makkelijker, omdat het heel kort bij huis is. Eerste dag komen de paarden nog naar huis, die een individuele proef gaan springen. Voor mij is het heel makkelijk werken, dus ik ben ook heel snel thuis. Voor mij is het een aangename wedstrijd. Ik probeer niks abnormaal te gaan doen. Ik probeer alles op het normale te houden. Ik voel aan paard per paard welk paard iets nodig heeft. Ik heb de Luxe gereden vorig weekend in Lier, ter voorbereiding naar Mechelen. Ik voel dat hij nog een beetje wedstrijdritme nodig heeft, dus ik ga hem waarschijnlijk deze week nog eens ergens van start laten gaan. Matador heeft heel veel gesprongen dit seizoen. Heb ik bewust de laatste weken minder laten springen. Zo pas ik mijn programma aan van paard tot paard. Ik denk dat iedereen er keihard naar uitkijkt. Je voelt dat ook in de paardenwereld. De laatste wedstrijden hier in België wordt er over niks anders gesproken dan over Jumping Mechelen. De mensen kijken daar echt heel het jaar naar uit. Het is een speciale periode. De mensen hebben een beetje vakantie. Het is einde jaar. Heel de paardenwereld komt echt samen op Jumping Mechelen en ja, het is een beetje een feest. Ja, en Niels Bruinsiels staat hier naast mij. Hij is klaar om het parcours te verkennen van het Belgisch Indoor Kampioenschap. Niels, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jou? Het is toch wel belangrijk. We zijn op Jumping Mechelen, een van de belangrijkste parasportevenementen van het jaar. En het Belgisch Indoor Kampioenschap, de naam zegt het zelf al, is toch een heel belangrijke rubriek voor ons. Is een hooggedoteerde nationale rubriek. Kan je eventjes vertellen met welk paard dat je hier aan de start komt nu? Ja, ik ga Dionella aan de start brengen. Het zal haar eerste proef zijn van de week. Ik ga ze ook verder in de week nog in de vijfsterrencompetities rijden. Dus het zal voor haar wel een opwarmer worden. Wat zijn jouw verwachtingen vandaag? Ik denk dat we in Mechelen elke proef moeten starten met ambitie. Dus ik hoop wel ergens van voor te eindigen in de uitslag. Wat is de grootste uitdaging voor jou en jouw paard in deze competitie? Dat zal even koffiedik kijken zijn wat het parcours brengt, waar dat de moeilijkheden liggen. En dan zullen we na de parcoursverkenning wel meer weten. Wie zijn jouw grootste tegenstanders vandaag? Ik heb de startlijst niet bekeken, maar in België hebben we heel goede ruiters, heel goede paarden. En ik denk dat iedereen extra gemotiveerd is om in Mechelen voor deze proef wel goed voor de dag te komen. Veel succes alleszins. Daar maken ruiters, ook Belgische ruiters, heel graag tijd voor. Zijn het toppers in de sport, zijn het underdogs die soms van een onverwachte hoek komen. Iedereen maakt daar wel tijd voor, want het is wel een heel belangrijke afspraak voor hun. Misschien iets over het parcours, de moeilijkheid, wat schijnbaar precies? Ik heb een snelle kijk genomen. Ik denk, er staan heel interessante wendingen in. Dat eerste en vooral een heel interessante wending van 5 naar 6. Driesprong, dat altijd toch wel een delicaat element is, ook in dit parcours niet anders. Ik denk dat Eddie Gijssen van zo'n parcoursbouwer toch wel een eerste stevige, pittige test heeft gebouwd voor hen. Ja, absoluut. Wordt mooie sport.
afsluiter voor het jaar, hè, voor te beginnen. Hè. En de week is nog maar begonnen, dus ja, mooi. Hoe liep het parcours? Hoe ging het met uw paard? Hoe voelde het aan? Als ik ging verkennen, vond ik het een parcours die niet zo makkelijk liep. En dat zagen we direct ook. Er waren veel fouten, of het liep niet zo makkelijk. Ik had ook één of twee keer een tikje gedaan, dus een beetje geluk. Maar op het einde viel het toch mee. En dan de barrage was heel goed. Ja. Wat zijn de plannen voor 2023? Wat staat er op de planning met deze combinatie? Goh, die gaat meegaan naar de betere concours ook. En, ja, we zullen met z'n afwachten wat we mogen en kunnen doen. Maar de paarden lopen goed en we zullen zien. De nieuwe Belgische indoorkampioen is gekend en het feest kan beginnen. Wat een mooie 40ste editie van Jumping Mechelen en wat een prachtige afsluiter van het paardensportjaar 2022. Als u nog langer wilt genieten van Jumping Mechelen, kijk dan de komende 3 weken naar onze zender, want daar tonen we de wereldbekerwedstrijden, dressuur, mennen en jumping. En mis volgende week zeker ons jaaroverzicht niet, want daar blikken we terug op de hoogtepunten van Hippo TV in 2022. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en we wensen jullie allen een fijn, gelukkig en gezond 2023 toe.